Bondscoach Max Kallers, van harte gefeliciteerd. Je wint hier de strijd om brons van Duitsland. Ja. Na een sterke wedstrijd met 4-0 gewonnen. Ja. Waar ben jij het meest tevreden over vandaag? Over alles. Ik denk dat het resultaat is een consequentie van je spel. Bijna altijd. Ik zeg dat onze keepers vandaag allebei kippen een dijk voor een pot. Ook nog, op het moment dat we wel zwaar hadden, onze keepers heel bij ons nog erdoorheen. Maar waar jij rustig om wordt en blij om wordt, is dat onze ondergrens vandaag was, bleef gewoon hoog. En we lieten ons basisspel dus niet zoveel uit elkaar gewoon vallen zoals tegen Spanje is geweest. Dat betekent dat binnen één dag kunnen we onze rug recht zetten. Alleen willen wij eerst kwalificeren en daarna in Tokio voor goud spelen. Dan moet onze basisspel veel minder fluctuatie gewoon kennen. Dat is ons huiswerk voor de volgende 10 maanden. Maar trots op de jongens zoals ik altijd ben in win of in verlies. Ik hou van mijn spelers. En wat dat betreft, wij wisten met z'n allen dat dit in ons zit. Dus wat dat betreft een hele mooie afsluiting van de EK. Ja, zeer tevreden dus over die laatste wedstrijd en duidelijk over de komende 10 maanden. Er is huiswerk te doen. Hoe groot was de druk na de wedstrijd van donderdag, ook op deze wedstrijd? Gaf dat extra druk dat je zegt van, goh, we moeten ons toch een beetje revancheren? Of hoe voelt dat dan? Nee, ik denk dat donderdag Spanje speelde een hele goede, effectieve wedstrijd. Een hele goede wedstrijd, we zijn heel scherp. Maar donderdag verloren wij ten eerste van onszelf en daarna van Spanje. Dus het was een dubbel slag afgelopen donderdag. En wat wij over hebben gesproken is, oké, het gaat puur en altijd over ons eigen spel. En daarna kijken we wat die andere teams gewoon doen. En misschien donderdag hebben we te veel focus gehouden aan de resultaat van de wedstrijd in plaats van ons eigen spel. En het is niet lastig met een eerlijk en oprecht en verbonden groep om dingen om te keren. En dit is dus zoveelste keer dat wij wel naar een mindere pot de volgende wedstrijd gewoon goed staan. En tegenover hier was Duitsland, dus niet zeg maar niet heren 2 voor mijn club KZ. Maar trouwens een hele goede ploeg. Maar in die omstandigheden met een korte wedstrijd op elkaar, met een hele goede dag gisteren met z'n allen gewoon gehad. Ja, dat we zo staan is heel erg fijn. Ja, mooi om te zien dat jullie het konden omkeren vandaag. Mooi ook om te zien dat keeper Sam van der Ven een fantastische wedstrijd keepte. Ja. Met name dat tweede kwart. Hij hield daar jullie op de been. Ja. Hoe groot was zijn aandeel in deze overwinning? Beide keepers. We zijn heel blij met onze keepers. We moeten niet vergeten Dirk Meijer. We moeten niet vergeten gewoon Maurits Visser. Dat in onze groep gewoon blijven werken. We zijn blij met wat we hebben staan. Blij met het werk van Simon Zijpen met onze keepers. En we trainen ze om die te kunnen doen. Ja, nou, dat pakt dan goed uit. Ja, goed. Maar weet je, ik denk dat vooral Sam moest in actie komen in de tweede kwart. Toen wij met 10 waren aan de groene kaart. En vooral de kansen kwamen uit ons, vonden wij, uit onze eigen slordigheden. Hè. We waren een groene kaart gekregen met een man minder. En die is 3 momenten van opbouwen. Daar waren we bij de bal bezitten. Gingen we binnen één bal de bal kwijtraken. En dan werd er op een gegeven moment een beetje golfwedstrijd. Waar zij een man meer. En Sam heeft goed gedaan, Pim heeft goed gedaan. Alleen wij moeten, wat ik zei straks, die momenten zijn de momenten dat nog steeds ons en wedstrijd gewoon kosten. Een verlies gewoon kosten. Alleen vandaag dus niet, omdat de keeper schilderde op onze been. Dus dat is misschien een zeg maar de weg naar boven gewoon gevonden. Ik ga nu een vraag stellen, Max. Ik wil het niet hebben over nummer 1 of nummer 2. Maar de keeperskwestie om het kwart, dat moet jij straks een keer gaan veranderen richting de Olympische Spelen. Heb je daar al gedacht over wanneer je dat gaat doen, hoe je dat gaat doen? Zeker. Onze plan is nog steeds intact. We blijven in contact met Simon in het hotel en met de jongens. Dus tot nu toe is het zo geweest. En vanaf nu gaan we kijken wat de volgende stadia is in die race. Maar zeker gaat zijn dat of Pirmin of Sam gaan die enige keeper zijn in Tokio. En daar zijn we mee bezig. Ja, en hoe snel kan je daar iets van zeggen? Ik begrijp van niet. Maar kan je aangeven wanneer je dan die keuze gaat maken en met die keeper zeg maar richting Tokio gaat werken? Of? Ja, wanneer wij het weten. En, nu komen 2 pot in oktober. Dat is heel belangrijk zijn. Maar daarna heb je geen echte wedstrijd tot en met de Pro League. Dus voorlopig blijf gewoon zo. Duidelijk. Nu het toernooi is ten einde. Het bronzen medaille hangt om de nek. Nou, nu even niet om jouw nek, maar om de nek van de spelers. Ja. Met welk gevoel ga jij België verlaten? Teleurstelt. Eerst omdat we weer gewoon graag nu spelen. Maar vooral trots en blij over ons team. We blijven gewoon presteren op hoog toernooien. En dit
gaat ons enorm goed maken voor Tokio. En ik heb alle vertrouwen. Dankjewel. Graag gedaan.